We gaan een hoes maken voor een vierkant kussen. Ik teken het knippatroon van een van de kanten, de voorkant en of de achterkant. Een knippatroon is een patroon met rondom naadwaarde toegevoegd. Ik ga het kussen verdelen in vier gelijke vlakken. We tekenen de lijnen waarop we willen doorknippen. Knip het patroon door op de kniplijnen. We krijgen nu vier vierkanten. Om deze delen achteraf in de stof terug aan elkaar te stikken om één geheel te krijgen, moeten we naadwaarde toevoegen. De naadwaarde voegen we toe aan de kniplijnen, aan elk deel. We voegen de naadwaarde toe aan deze twee zijden. En aan deze twee zijden. In principe hebben we nu vier gelijke delen en het is voldoende om één deel te gebruiken als patroon. En dit viermaal te knippen in stof in verschillende kleuren. Nu heb ik vier stukken stof die ik met de juiste naadwaarde terug aan elkaar ga stikken. We plaatsen telkens twee delen rechts op rechts op elkaar. En we stikken op de juiste naadwaarde één zijde aan elkaar vast, hechten begin en einde. Als we de delen aan elkaar hebben gestikt, strijken we de naden eerst plat en daarna open. Als de naden zijn opengestreken, gaan we de twee bovenste en de twee onderste delen aan elkaar stikken. Leg beide delen rechts op rechts. Let erop dat de kleuren om en om liggen. Leg de naadjes juist op elkaar. Speld de boord vast en stik op de juiste naadwaarde. Let erop dat de naadwaarde open ligt onder je stiksel. Als je beide delen aan elkaar hebt gestrikt, strik je de naden eerst plat en daarna open. En dit is het resultaat aan de keerzijde van de stof en de goede zijde van de stof. De hoeken moeten hier mooi op elkaar aansluiten. Als je dit deel van het kussen hebt afgewerkt, kan je verder gaan met de afwerking van de rest.